Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Yo, what up, champs? Ik ben hier met Jordi Oosterbaan van Oosterbaan Gym. Hoe gaat het met je, mijn oude trainer? Ja, ik zeg eerlijk, het ken niet beter, man. De jongens van mij hebben een mooie pot neergezet. Dus ja, ik ben trots op hem, man. Vooral dat. Ja, laatste Turk was een gekke partij, hè? Was een aanval van beiden. 15 seconden of zo, geloof ik. Was snel afgelopen. Maar ik ben op allebei super trots, joh. Ze hebben het allebei echt netjes gedaan. Heb je, dat gebeurde wat? Wanneer kom jij weer trainen dan? Ja, ik was even uit beeld, bro. Erna ben ik nog een tijdje MMA gaan doen en worstelen en dat soort dingen. Toen brak ik mijn been. Weer komen doen, ja, man. Ik ben wel van plan. Inshallah, na Ramadan ga ik komen. Ja, toch, is goed, ga ik echt komen. Ja. Maar wat ik wou nog zeggen, want er gebeurde in de ring er gebeurde iets, hè? Ja, iedereen was heel euforisch en iedereen was hyped. En vooral hij, dus hij moest eigenlijk gewoon in de hoek staan wachten, maar hij was al aan het rennen. Maar ja, is logisch, zijn eerste partij was heel gedreven, toch? En toen, ik weet niet, die andere jongens waren het er niet echt mee eens, geloof ik. Mm-hmm. Omdat de scheids hem afkapte. Maar ja, die keek gewoon naar die ogen en die waren nog aan het tollen. Dus ja, dan is het verstandig van de scheids om gewoon te zeggen, nee, tot hier en niet verder, toch? Ja. Denk ik, als die gozer zijn ogen nog aan het tollen zijn, wat de scheids ook zei. Ja, dan is het niet verstandig. Je moet altijd ook voor je vechters beschermen, tenminste de vechters beschermen. Ben je trots op hem? Ik ben op allebei echt super trots, man. Ze hebben hard ervoor getraind ook. Dus ik ben echt trots, man. Echt leuk. Hey, nog even snel. Imad Haddar was met Cyril Gane aan het trainen. Ja, was vet, man. Was leuk om te zien, man. Ik vond het alleen jammer omdat hij zelf natuurlijk moest vechten. Dus ik vond het jammer dat ik hem niet kon zien. Maar ja, het komen partijen zat aan voor hem, toch? Ja, wat gaan we van hem nog verwachten? Ik denk eerst volgende Glory of één van de aankomende Glories. Ik denk wel dat hij nog gaat vechten. Daar zijn we bij. We gaan het zien. Ik ben er sowieso bij. Sowieso om te supporten. Ja. Hey, ik heb er zin in, man. Binnenkort ga ik natuurlijk weer een paar lessen van je volgen. Ja, toch? En dan ben benieuwd, man. Ja. Zeker, man. Dankjewel. Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas in. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.